van San Schijtel. En dan komt de Mariniers nog. Mariniers wel, kom hier. Ja, die zijn nog. Rooi Kruis? Ja. Ik moest 50 man even voor de overman. Dan rekenen ze ons op een ring. Er waren een paar dagen te velen.
van Nederland even terugdenkt aan die verschrikkelijke oorlogsjaren. Jaren die voor veel Nederlanders een onvrijwillig einde van hun leven hebben betekend. Het zijn niet alleen militairen geweest die hun leven hebben gegeven voor dit land. Er zijn ook veel burgers die het ultieme offer hebben gebracht. 4 mei is ook een dag om de mensen te herdenken die op een ander moment in onze historie hun leven hebben gegeven voor dit land. Denk hierbij aan en daarbij het vervullen van hun taak zijn omgekomen. Zij allen maken deel uit van 4 mei. Herdenkingen duren in het algemeen niet lang. Men gaat vervolgens verder met het leven en dat is goed. Zo ook deze herdenking. Toch, jongen. En vanavond staan we bij dit monument waar mensen uit alle geledingen van de bevolking met verschillende overtuigingen samen herdenken. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de leden van het Korps Nationale Reserve en de brandweer te bedanken voor het formeren van de erewacht bij dit monument. Verder de scoutinggroep reizen voor het vlaggenceremoniaal en de leden van het contact oud-mariniers voor het dragen van de bloemen. 120 tellen voor onze vrijheid. Laten we stilstaan bij de mensen die hun leven gaven voor onze veiligheid en voor onze vrijheid. Vrijheid ligt niet zomaar op straat. Dat is het thema dit jaar. Het ligt niet op straat. Ja, dat is waar. Ook voor onze vrijheid hebben vele jonge soldaten hun leven gelaten. Ik ben, net als de meesten, te jong hiervoor en heb het van horen praten. Tegenwoordig mag je nog steeds in vele landen niet je mening uiten. Recht op vrijheid van meningsuiting, dat betekent heel normaal dat je niet de hele dag hoeft op te letten op je taal. Dat je hardop durft te praten in de tram of in de trein. Over wat je stom of slecht vindt, zonder bang te hoeven zijn. Recht op vrijheid van meningsuiting. Dat betekent ook het recht om te demonstreren dat je voor je idealen vecht. De straten mogen opgaan met een spandoek of een bord. Zonder dat je door agenten in elkaar geslagen wordt. Recht op vrijheid van meningsuiting. Daar is niks bijzonders aan. In een land waar dat soort dingen allemaal zijn toegestaan. En dus sta je raar te kijken wanneer iemand je vertelt dat in meer dan 100 landen helemaal dat recht niet geldt. Recht op vrijheid van meningsuiting heeft nog lang niet iedereen. En voor vele mensen gaan daar jaren overheen. Maar al kun je al die mensen dan niet echt helpen aan het recht, toch helpt het allicht een beetje wanneer je er wat van zegt. Denk straks wanneer u huiswaarts gaat. Inderdaad, vrijheid ligt niet zomaar op straat.